Sven Braken, gefeliciteerd met de 3 punten. Je zegt net al, als ik niet scoor, dan moet ik bij RN7. Hoe sta je hier? Ja, met een goed gevoel hoor. We hebben gewonnen, dus dat is het belangrijkste. En ja, dat het niet allemaal nog even goed gaat en even lekker. Dat, ja, het heeft zo zijn reden. Hè. De groep is pas bij elkaar, maar ja, we zijn blijven knokken vandaag ook weer. Wat mij vooral opviel was dat de mannen om jou heen nogal weinig diepgang creëerden. Darry ging veel naar binnen, Okita kon het nog niet helemaal vinden. Hoe is dat voor jou? Ja, soms is dat lastig natuurlijk. Hè, omdat, ja, dan worden de ruimtes heel erg klein. En ook voor mij om daarin te bewegen. Ik probeer het zelf dan ook zo diep mogelijk te houden. Alleen ja, ja dan kom je niet echt in het spel voor. En dat vind ik soms lastig. Maar goed, ja, dat zijn dingen waar we aan moeten werken. Dus kom wel goed. Nu heb je afgelopen maandag natuurlijk een wereldgoal gemaakt. Ik zag jou vandaag weer een keer iets proberen, een omhaal. Jammer dat die dan niet lukt? Ja, nee, kijk, dat is zo'n moment. Ja, daar kan ik niet veel anders doen, denk ik. Die ballen staan in de lucht. Ja, als ik die nog moet gaan aannemen of wat dan ook, heeft geen zin. Dus ik dacht, dan probeer ik dat gewoon. En ja, als ze erin vliegt, dan staat iedereen op de bank. En nu is het jammer. Nu wacht volgende week wacht Roda. Mooi moment om weer op gelijke hoogte te komen met Anas. Ja, nou, dat is niet zo'n strijd hoor. Ik ben hartstikke blij dat hij heeft gescoord. En ja, wie dat nu is, maakt mij niet uit. Top, dankjewel. Thanks. Jack, gefeliciteerd. Het was toch nog wel even billen knijpen, of niet? Ja, zeker weten. Dankjewel. Maar ja, het was een moeilijke wedstrijd voor ons. Dat is een feit. Ja, wat vond je van het vertonen spel? Nou, het spel was niet goed. We wisten wel dat Dordrecht het compact ging maken. En de eerste helft hadden we... Ja, ik geloof 68% balbezit tegenover hun. En dat was een overwicht. Alleen ja, we konden het niet echt uitdrukken in uitgespeelde kansen. Dat is logisch. Hun maken het klein en dat is hun goed recht. En dan moet je uitkijken voor de omschakeling. Daar waren hun een paar keer in gevaarlijk. En eigenlijk de goal die we maken is een van de weinige voetballende momenten geweest. Waardoor we het ook uit elkaar spelen en op 1-0 komen. Dat moet je dan... Ja goed, in de rust bespreek je dat, hè, dat je meer aan het voetbal wil komen. Maar ja, dat kwamen we niet. Dordrecht ging wat agressiever vooruit verdedigen. Ja, we waren slordig aan de bal, verkeerde keuzes. Ja, dan wordt het lastig. Je weet dat hun in ieder geval gevaarlijk zijn met de lange bal, met Maletic, met snelle spelers die daar omheen spelen. En ja, als je dan niet de 2-0 kan maken, dan wordt het een moeilijke avond. Dat is altijd zo in de eerste divisie. We hebben één kans gehad in de 83e minuut volgens mij van Sven Braken om de 2-0 te maken. Nou, dan heb je lucht en dan denk ik dat het over is. Alleen ja, als je dat niet doet, dan wordt het tot en met de laatste seconde billen knijpen. Ja, wat me ook opviel was dat er zeker rondom Sven Braken, dus Darry en Okita, dat die vrij weinig diep gingen. Is dat nog even wennen voor ze of heb je ze dat ook expres meegegeven? Nee. De bedoeling is dat ze juist heel veel diepgang pakken. Maar ja, ik heb net ook tegen de spelers gezegd, Okita en Darry zijn gewoon jongens die pas 3 weken bij ons zijn. Darry en Okita pas een week. En we hebben te veel spelers nog die op een later moment zijn aangesloten en ja, gewoon nog niet 100% wedstrijdfit zijn. En dat heb ik ook tegen die jongens net verteld. Dat is ook logisch als je maar 2 weken getraind hebt, bij je oude club ja, individueel getraind hebt of met een lager elftal getraind hebt. Ja, dan heb je nog niet de wedstrijdscherpte die nodig is in de Jupiler League. En het zijn allemaal goede ploegen. Ook Dordrecht is gewoon een lastige ploeg om tegen te spelen en moet je top zijn. Eigenlijk zitten we nog ja, in een soort van voorbereiding, omdat we die jongens pas 1 of 2 keer hebben laten spelen. En Okita, ja, die kon eigenlijk maar 45 minuten spelen. Heeft van de week 25 minuten gespeeld. Heeft de hele voorbereiding bij MVV ja, misschien 2 wedstrijden gespeeld. Dus die jongens zijn nog niet op de top. En ja, daar moeten wij naartoe werken. Dat heeft gewoon tijd nodig. Ja, je speelde vandaag met Asjebar op 10 in tegenstelling tot de vorige wedstrijden. Hoe heeft hij dat ingevuld volgens jou? Ja, we willen Ennis dicht bij de goal en in de as aan de bal krijgen, omdat hij daar normaal gesproken goed speelt. Ja, de ruimtes waren heel klein en kijk, Dordrecht heeft daarop geanticipeerd door daar Pijnenburg, die de laatste weken nog centraal speelde in de verdediging, als blok voor te zetten. Dus die hadden zich wel degelijk ingesteld op ons. We dachten eigenlijk in eerste instantie dat ze 5-3-2 gingen spelen in verband met de namen waarmee ze kwamen. En nou ja, dat is tekenend waarop hun natuurlijk een analyse maken. Zeggen, nou, als we daar de ruimtes klein maken, dan hebben ze moeite met voetballen. En, ja, en in de omschakeling is het dan altijd gevaarlijk. Volgende week wacht Roda. Die zijn erg goed begonnen. Hebben nu wel weer verloren, heb ik net gehoord. Ga je nog iets wijzigen?
Nou ja, we hebben nu een vrij weekend en de spelers zijn ook vrij. Dus even de batterij opladen en dan gaan we volgende week weer trainen richting Roda. En die hebben wij al een aantal keer bekeken. Dus ja, daar gaan we weer een speelwijze op loslaten. Ik ben niet zo'n coach die heel veel gaat wisselen of wijzigen. Dus daar hoef je niet zoveel in te verwachten. Tot slot, je hebt nog een keeperswissel doorgevoerd. Gino Coutinho was ziek. Norbert Alblas heeft dat ingevuld. Het wordt nog wel een spannende keeperstrijd, denk ik zo, of niet? Ja, ik heb net het compliment gemaakt in de persconferentie en ook tegen Norbert natuurlijk. Die heeft een fantastisch debuut gemaakt. De nul gehouden, begon al met de eerste redding op die vrije trap. Ja, in de tweede helft heeft hij een aantal pallen gepakt en is dat heel mooi om te zien. Een talentvolle keeper die echt een goede wedstrijd heeft gespeeld. Dankjewel.